gevaarlijke spits van Dem, De Waard. Iedereen klaar. Scheidsrechter blaast op zijn fluit. Wedstrijd is begonnen. Yes, het is zaterdag 18 mei. En we spelen de ene laatste wedstrijd van het seizoen. Uit bij Sparta Nijkerk. Roemejon. Maarten van Dijk. Ja, waarom niet? Raakt hem niet helemaal zuiver, Nicky. Ja. Terwijl de eerste 15, 20 wedstrijden, iedereen dacht in Ermelo van, wat hebben wij nou voor een technisch onwaardige spits? Maar hij laat steeds meer blijken, Sam Crowther, dat hij technisch goed onderlegd is. Maarten van Dijk. Nou, nu wel een wederom corner. Een poging. Ja. En dus een corner. Kruisheer terug. Sam de Wit. Veel ruimte voor Kruisheer. Huizing wilde eens druk gaan zetten. Houdt nu even in. Bal bij Crowther. Nee, bal bij... Oh! Gaat er nog naar gebeuren? Scheids fluit. En geeft hem aan DVS. En zo staat ja, het 1-0 voor de witte. Ik wou zeggen geel-zwarte. Maar die bal valt binnen. Kijk en, eens aan. Ja, zo hebben we... Even kijken. 16 minuutjes op de klok. Staat DVS met 0-1 voor. Mooie combinatie. Is misschien het moment. Nou, komt per ongeluk aan. Ja. Op Kruisheer. Kruisheer ziet zijn maatje Roemejon voor de goal staan. Opletten. Oeh. Makis Sadila. Naar Bakkenes. Doorlopen door Stef Nijland. Is slim van hem. Crowther op zijn goede been. Afwerken. Wow, bijna. Zou lekker zijn voor DVS. Corner is het. Het is Stef Nijland nu. Voor de pot. Crowther. Nog een keer. Nee. Oeh. Dat is aanvallen op de keeper. Heel jammer voor Sam. Von Viel, handig gedaan. Geurtsen. Opgelet door Van Leijhorst. Geurtsen weer. Ook mooi. Van Buitenhuis richting Marcus Odila. Die centrale verdediger staat ook vaak rechts buiten een beetje. Kan nu... Nou ja, haalt hem even uit. Geurtsen. Geurtsen dan met de voorzet. Ben Moussa. El Ghazouani. Dit is waar je hem niet wil hebben. Precies. Mark Arens. Ja, nu toch echt aandringende Sparta Nijkerk. Oeh, voorlangs. Hoeft er maar een Spartaan met zijn teen tegenaan te lopen. In dit geval is het kennelijk toch een DVS'er die dat gedaan heeft. Dat betekent een corner. Was dat echt een voorhoede speler? Dus vandaar dat hij steeds nog wel die neiging heeft. Komt hij? Oeh, zo. Nou. Hoe krijg je het voor elkaar? Zo'n omhaal. Von Viel. Knap. Heel knap. Mark Arens, deze zou ik even laten lopen. Nou, doe maar. Laat Roemejon maar een keer lopen. Mag hem niet verklappen. Maar Mike volgend jaar het DVS, hè? Stef Nijland. Daar. Ziet daar volkomen vrij. Adriaan. Zou typisch des Sparta's zijn om zo vlak voor rust op 1-1 te komen. Uit het niks. Nou, laten we hem vast maar tellen dan. Dan kan het meevallen. Roy Bakkenes, Mike Arends. Komt-ie. Het was dus niet Marcus Odila, maar... Ja, ik denk Hugo. Kiano. Ja. Kiano. Kiano kwam wel hoog, maar voor DVS net aan de goede kant van de paal. Stef Nijland. Ruimte. Om te kijken. Misschien. Weer een mooie paas. Nee. Net niet. Toch. Benjamin Roemejon nu. Roland Baas. Aannemen. Dinkie van Hilten. Op zijn favoriete positie, maar... Het lukte niet. Laat ik het maar niet meer zo noemen. Maar elke vrije trap van Sparta Nijkerk herbergt gevaar in zich. Nu de voorzet. Strak.
van Omar El Ghazouani. Ja, dat is wel heel licht. Buitenhuis doet misschien wel een beetje zeer, maar penalty krijgen we daar niet voor. Aardige poging van Fonville. Een mooi Daan Huiskamp balletje richting Roemeon was fijn geweest. Dit is een rotbal van Nuenen. Ja. Is de verdediging ook een beetje uit elkaar. Kan Buitenhuis de blik naar voren. Buitenhuis kiest voor Geurtsen. Voor de goal is Fonville en El Ghazouani. Hij herstelt zich, Rick van Nuenen. Wat maak je het jezelf moeilijk? Oeh. Want ik dacht dat het even stond te gebeuren. Ik denk, oeh. Hey, Buitenhuis aan de bal voorbij. Kunnen we wat in de counter, Roemeon, met Mike Arends. Maar ja, ook nog achter Mike Arends is het Hugo. Maarten van Dijk nu. Steekballetje op maat. Moet je doorlopen. Ah, Roy Bakkenes, doe je goed hoor. Heel goed gezien hoor, Bakkenes. Maar dat was echt een hele mooie loopbeweging van Maarten. Hij was er in principe door. Ja. Nu, Maarten van Dijk. Oh, Maarten. Scheidsrechter. Dat doet Buitenhuis heel goed. Slim. Een van de weinige foutjes van Maarten van Dijk. Komt-ie. Ja hoor. Doelpunt. Dat nou precies Maarten van Dijk. Die tot nog toe een hele goede wedstrijd speelde. Dit foutje maakt. Jammer, jammer. 1-1 is het hier in Nijkerk. Ja, dat doelpunt zat er aan te komen, Maarten. Sparta Nijkerk zelf afgedwongen, hè? Ja, zeker. En de tweede helft goed aan het voetballen. Ja, absoluut. Even, soms net een beetje net te laat of positioneel niet helemaal op de juiste plek. Maar ook zeker, dat zijn ook wel credits naar Sparta Nijkerk. Zeker. Eigenlijk zijn die er nog niet geweest in de tweede helft, nee, Maarten. Nee. Bedenk nee. ik. Nee, we hadden Maarten van Dijk die nog net afgestopt werd door Bakkenes. Ja, ja, dat is de enige. Stef Nijland broedt op iets moois. Die vindt Roland Baas. Gaat hem... ik dacht even voorgeven. Ja, maar hij weet ook dat dat weinig zin heeft. Met die goede defensie en zeker Makuzadila met zijn lengte. Ben Moussa. Ja, voetballend is dat beter. Dit past DVS beter. Kruisheer. Nicky van Hilton. Kruisheer eromheen. Nicky. Ja! Ja! Nicky van Hilton met zijn linkervoetje. Jongen, wat mooi. Kijk, dit past DVS dus beter. Hoppatee. Lekker combineren. Ja, die zagen we niet aankomen, Piet. We hebben het een klein beetje gezegd. DVS kan uit het niks scoren, maar... Als ze maar doen waar ze goed in zijn. Combineren. Balletje rond laten gaan. Het was precies op het moment dat ik dat zei, deden ze het. Ik had eigenlijk trainer moeten worden, Maarten. Nou ja, wij weten het vanaf hier altijd goed te zeggen. Maar opletten. Sterling verliest de bal. Maar heel veel ruimte voor Sam Crowther. Sam Crowther, kom op. In je eentje, ga door. Zit die, met Piet. Nou, komt hier de beslissing? Ja! Ja, ja! BML Roemeon. Nou, die stond daar als een vogeltje zo vrij. Onze Sam Crowther. En wat zo vaak gebeurt bij Sparta Nijkerk is dat ze de deksel op de neus krijgen. Ik zie speelziek de boel bij elkaar vloeken in de dugout. Ja, Roy Bakkenes. De beste man van het veld gaat eraf. Vanuit Sparta Nijkerk. En toch balen ze ervan, die Sparta Nijkerk. Is wel even kijken. Kan Roemeon afdrukken? 4-1. Ja hoor! Benjamin Roemeon. DVS of maakt korte metten met Sparta Nijkerk. Het is de voorzet van Stef Nijland. Die op de voeten komt van Benjamin Roemeon. Ja, Benjamin Roemeon dacht ik ook. Hè? Ja. Die, 1-4. Stef Nijland, Jorik Priem, handig, maar zijn voortzetting is weer iets minder. Ja, dit is ook Jorik Priem, hè. Die geeft niet op, die gaat weer gelijk achter zijn balletje aan. Ruimte voor Priem. Nou, ongeveer 350 doelpunten voor EFC, maar voor DVS heeft hij nog niet gescoord. Ja, precies. Benjamin Roemeon. Op Priem. Ik zag hem scoren bij onder de... 21. Hij heeft ook zeker geweldig.
Het goed gedaan wedstrijder. Eerste druppels vallen. Grote druppels. Kijk, daar is hij. Priem. Jorik Priem. Nou, Jorik, op snelheid. Wat ga je doen? Boom. Probeerde te schieten. Dwars door Makizodila heen. Ja. Ik denk dat de DVS'en zo meteen elkaar gaan bespringen. Als het afgelopen is. Want één ding is in ieder geval zeker. Dat DVS het vegen live heeft gered. Nou, we hebben een hoop meegemaakt in dit jaar. Wedstrijden dat het absoluut het aanzien niet was. En ja, dat hebben die mannen fantastisch gerepareerd onder leiding van Sean Kamphuis. Piet, misschien wil je ook even dat apparaatje onderhouden. Dan ga ik wel nat regenen. Maar de complimenten mogen er zijn. En nu kan Jorik Priem dan doen wat hij dacht te gaan doen. En het is niet te geloven. We maken het live mee. Jorik Priem. Ja, Jorik Priem. Maakt het pijnlijk voor Sparta Nijkerk. Als dat ook nog gebeurt. Het is 1-5 voor DVS. En ik zie een hoop zuchtende mensen hier. Ja, arme Erik Speelziek. 6 jaar lang ziel en zaligheid. Maar hij gaat eraf vandaag tegen DVS. En dat is een feestje waard voor de Ermeloers. We zijn veilig. En we blijven volgend jaar lekker in de derde divisie voetballen.